Zorginstelling Reinier van Arkel Groep wil in Vught een behandelcentrum opzetten voor psychiatrische patiënten die een misdrijf hebben gepleegd. Vlak naast een centrum waar Nova Decentron drugs- en alcoholverslaafden opvangt. En dat zien veel buurtbewoners niet zitten. Ze kwamen gisteravond in grote getalen en met veel vragen naar de informatiebijeenkomst. En mijn dochter die wil nog wel eens gaan trimmen daar die richting uit. En ik heb haar gewaarschuwd om dat gewoon niet meer te doen. Ja, ik begrijp nu dat het gewoon mensen gewoon naar buiten kunnen. Dus wat is er aan beveiliging? Zijn dat mensen die een maatregel hebben opgelegd gekregen? Onder andere TBS? De mensen die op een FBA komen met een TBS hebben een proefverlof of een woonverlof. Dat betekent dus dat bij de rechtszitting toegestemd is door de rechter dat iemand daaraan toe is. Dus de TBS'ers die in het behandelcentrum komen zijn zover in hun behandeling dat ze woon- of proefverlof hebben. En het zijn patiënten die een licht misdrijf hebben gepleegd. Maar ondanks deze informatie waren de buurtbewoners niet echt gerustgesteld. Nee, nog steeds niet. Ze hebben wel hun best gedaan. Ze hebben echt hun best gedaan. Maar als je dan het ziet, het proces om weer terug te komen in de maatschappij, dan gunnen wij iedereen. Maar dan ben ik benieuwd hoe de controle blijft. Je krijgt zo'n spectrum aan delicten wat je hier kunt krijgen en je weet gewoon niet wat je krijgt. En dat is een beetje de angst die bestaat. We hebben geprobeerd de mensen zo goed als mogelijk voor te lichten van wat nou een forensisch-psychiatrische afdeling is. Wat voor soort mensen daar komen. Maar je merkt dat in de zaal toch een aantal thema's door elkaar heen lopen. Omdat de bewoners tegen de komst van de psychiatrische patiënten blijven, boden ze gisteravond na de bijeenkomst ruim 400 handtekeningen aan om hun ongenoegen nogmaals duidelijk te maken. Vooralsnog gaan de plannen door. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar 24 psychiatrische patiënten in de instelling in Vught wonen.